Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Goedendag, Tennis Plaza op TV Rijnmond beginnen we natuurlijk met wat er gisteravond totaal onverwacht in Ahoy gebeurde. De beste tennisser aller tijden was in zijn kwartfinale partij tegen Julien Benneteau totaal kansloos. Bye bye Roger Federer, bye bye droomfinale, bye bye derde Rotterdamse toernooizege van de Zwitser. Commentator Clay Rupetti zag het en praat je bij. De absolute favoriet voor de zege in Ahoy, Roger Federer, heeft grote moeite met Julien Benneteau. De Fransman maakte het Federer vorig jaar in de derde ronde op Wimbledon al erg moeilijk. Toen won Benneteau de eerste twee sets en ook nu krijgt hij kansen om de set te pakken. Een fraaie backhand hit van Benneteau. De service van Federer loopt totaal niet in de eerste set. Normaal gesproken toch een wapen van de Zwitser, maar hij heeft moeite tegen Benneteau. Hier een mishit en dan is de eerste set voor de Fransman. In de tweede set leveren beide spelers één service game in. Dit is de laatste game van die tweede set. En opnieuw een tweede service voor Federer. Hij slaat een dubbele fout en dat is al de vierde voor Federer in deze wedstrijd. En op wat voor een moment, het wordt matchpoint voor Benneteau. Hij kan zich gaan scharen bij de beste vier in Ahoy. En een grote stunt is in de maak. Benneteau valt aan. Kan ze dan voor Federer, dan moet die bal er langs. Maar die valt uit. Dan gaan de handen omhoog bij Benneteau. En weet hij, heeft hij een plek in de halve finale. Federer, de man die twee keer won, struikelt, vraagt nog wel een challenge aan. Maar het is tegen beter weten in bij de Zwitser. Het was duidelijk dat deze bal uit was. Benneteau kijkt nog even op het scherm. En inderdaad, de bal is uit. De 17-voudig Grand Slam winnaar Roger Federer struikelt in de kwartfinale. No, Julien played great. He created many more chances than I did, and so he totally deserved to win. So it's a tough loss, but unfortunately they do happen, Jullie maken als toernooiorganisatie terecht Federer groot in de aanloop naar dit toernooi. Er komen verwachtingen dan bij, die worden maar hoger en hoger. Dan is de klap ook des te harder. Hè? Ja, dat is nou eenmaal hè, waar je voor kiest. Hè. We hebben ook wel eens jaren dat we 5-6 top 10 spelers hebben. En daar zit dan geen Federer, Nadal of Djokovic bij. En ja, dan hebben mensen zoiets van ja, nou, het is wel leuk al die toppers, maar ik wil een absolute topper zien. Nou, dan gaan we voor Federer. En die heeft de afgelopen twee jaar natuurlijk fantastisch voor ons gedaan. Hè. Dus vorig jaar is hij het hele toernooi er geweest, hè, gewonnen. En dit jaar alleen de laatste twee dagen mist hij, balen wel. Maar ja, als je het zo bekijkt, denk van goh, van de 14 dagen dat hij aanwezig zou kunnen zijn in die twee edities, is hij de 12 geweest. Ik denk van dat is toch wel fijn. Het was absoluut terecht. Hoewel ik wel had gehoopt dat het nog zou draaien, sterker nog dat ik het een beetje verwacht had nog. Maar hij was niet in staat om het voor elkaar te krijgen. Wat is het geheim om Federer te verslaan? Ik weet het niet. Ik had het destijds niet gevonden. Dus ik heb het vaak afgelegd tegen Federer, ook hier op Ahoy. Maar het is gewoon erg knap. Ik denk alle credits aan die jongen. En bijzonder jammer dat het gebeurt. There's also hopefully a big chance I can come back here. I love this tournament. Rich does a great job. Fans have been amazing for me. Had a great time here this year and also last year again. After so many years not having been here. So I'd like to give myself the opportunity to come back,
Juan Martin Del Potro wil net als vorig jaar naar de finale in Ahoy. Toen verloor hij van Roger Federer. Dat gaat dit jaar niet gebeuren. In de halve finale treft hij de Bulgaar Grigor Dimitrov. Een knappe overwinning in de kwartfinale op Baghdatis bracht die 21-jarige in de halve finale. Nu dus de lange man uit Argentinië tegenover zich. Dit is een rally uit de derde game van de eerste set. Beide games in die set tot nu toe op service gegaan. En een lange slagenwisseling tussen de twee. Wie gaat dan het initiatief nemen in deze game? Het is een belangrijk punt. Breekpunt voor Del Potro. Risico genomen. En daar is de score voor de Argentijn. Hij pakt de game, pakt uiteindelijk ook de eerste set. En krijgt matchpoints in de tweede set. Hij mag het zelf uitserveren. Doet dat. Dimitrov heeft goed gespeeld op dit toernooi. Maar Del Potro, de lange man uit Argentinië, is een maatje te groot. Veel toptennissers hebben meerdere coaches, maar mentale trainers zijn een zeldzaamheid in de tenniswereld. Rotterdammer Dave De Haan studeerde sportpsychologie in Amerika en is een van de weinige mental coaches op de tour. Hij werkt samen met de Roemeen Victor Hanescu. Tennis en golf zijn in mijn ogen, en meestal ook collega's van mij zijn het mee eens, dat het de meest zwaarste sport is op mentaal gebied. Een grote verschil tussen de top 10 en de rest van de wereld is, dat wordt bepaald op het mentaal niveau. Wat doe je op het moment supreme? Dan is techniek al heel goed dat je dat hebt. Fysiek is het goed, hè, dat je fit bent. En tactiek, ja, die kunnen die jongens allemaal van nummer 1 tot 350. Die kunnen allemaal heel goed tennissen. En als je dan inderdaad op een gegeven moment een gevoel krijgt van nou, er zit gewoon meer in, dan gaan heel veel mensen toch, dit kun je ook wel denken aan het vierde wiel. Dat je dus tactisch, technisch, fysiek en mentaal gaat trainen. Zeker als je op dit niveau aan het tennissen bent, dan staan er heel veel ogen naar jou te kijken. En ja, je doet het al jaren goed en dan gaat er ineens iets fout. Hoe ga je dat oplossen? Nou, dan moet je echt wel sterk zijn mentaal. Ik heb geen collega's leren kennen in mijn tijd in de ATP, maar ik voel wel, zoals ik sommige spelers zie, dat ze daar wel werk aan hebben. Als je focust op iemands talenten, dan komt er heel vaak iets goeds uit. Als je focust op een probleem, dan groeit dat. Dat is mijn filosofie en ook deze methodologie wat ook uit Amerika komt, dat je moet focussen op wat goed is en dat verbeteren. En dan heel vaak trekt dat het wat dan een probleem was ook wel weer naar boven, want soms wordt een probleem groter gemaakt dan wat het echt is. Ik hoop dat in de toekomst mensen ook in Europa, en in Amerika is het al vrij bekend, geïntegreerd gaat worden. Net zoals fysiotherapie geaccepteerd is, fitness wordt meer geaccepteerd. Dus dat hoop ik. In het rolstoeltennis is de winnaar al bekend. Hier maakte de topfavoriet Shingo Kunieda zijn status, in tegenstelling tot Roger Federer, wel waar. Hij heeft al 9 Grand Slam titels op zijn naam staan en 3 gouden medailles, waarvan er 1 de dubbel en 2 in de single. En ja, vele andere toernooiwinsten ook nog. I'm chasing him in Europe on his tour. But he's actually very famous and we love him. Yeah, we are proud of him. He is a number one player in wheelchair tennis. When did you start playing tennis in a wheelchair? 11 years old, yeah. First time to play. I got cancer of the spinal bone. I did the operation about that. Then 2 years rest. Then mother let me start, yeah. Because then it was gone?
Ja, it was gone. I hope. Waarom hij er zeg maar bovenuit steekt is toch wel zijn rolvermogen, dus zijn mobiliteit op de baan. Hij is continu in beweging. You should have a lot of power in your hands. No, I'm not so muscular guy, but I know how to control my wheelchair. Yeah. De champagnebar blijft ook tegen het eind van het toernooi een bijzonder plekje in Ahoy. En weer vinden we er een mooi duo. Hey, het is Plastic. Plastic. Ja, ik ben Gabriel Araujo, ik ben Argentijn en ik woon hier sinds mijn tweede. En we zijn fan van Del Potro, dit is mijn broertje. Ik ben Laurens en ik ben ook fan van Del Potro. Vorig jaar vond ik hem beter. We hopen dat hij slechter speelt, maar dan wel wint uiteindelijk. Je kan niet tegen iemand vragen van... kom ergens anders wonen en word dan voor dat land. Want als je een Feyenoord bent en je gaat in Amsterdam wonen, dan word je ook niet opeens voor Ajax. Dat doe je gewoon niet. Dat zit nou eenmaal in je, ja, dat raak je niet vanaf. Vlag, sjaal, shirtje. Ik dacht, in plaats van met een standaard voetbaltenue te komen, kom ik met een beetje een tennis tenue. Alleen één kritische noot naar de organisatie toe. Want er werd ons vandaag gevraagd of we de vlag die we hadden hangen over het bordes heen, of we die wilden weghalen. Dat vond ik toch wel een beetje jammer, want... Ten slotte hangt het allemaal af van de fans en wil je het laten zien dat je voor een bepaalde speler bent. En dan wordt het een beetje onmogelijk gemaakt. Minpuntje. Tot zover Tennis Plaza voor vandaag. Morgen sluiten we uiteraard af met een verslag van de finale. Maar dat is natuurlijk niet het enige. De mooiste actie uit de halve finale van vanmiddag tussen Dimitrov en Del Potro is deze. Een lekkere afsluiten. Tot morgen. Tot Tennis Plaza. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.